als eerste op Europese bodem pizza's afleveren met bezorgrobots. Wij hopen deze zomer in Nederland de eerste robots echt rond te hebben rijden. We hebben ze al in Amsterdam een tijdje rond laten rijden, gewoon als test. Maar dan echt dat ze pizza's gaan bezorgen aan onze klanten. En je hebt een code op je telefoon waarmee je de robot ook kunt openen en dan kan je je pizza eruit halen. Met 9 ingebouwde camera's en sensoren houdt de robot de omgeving scherp in de gaten. Die robot die heeft al heel wat kilometers gemaakt. Ik geloof dat hij al 30.000 kilometers in het openbaar vervoer heeft gemaakt. Die heeft al 4 miljoen mensen gezien in zijn ritjes. Ik kan me best voorstellen dat, net als met de Tesla, dat iedereen denkt van dat is hartstikke gevaarlijk. Want een mens is altijd beter dan een computer. Maar ik ben er echt wel van overtuigd dat een computer beter kan rijden dan wij. Maar er zullen altijd onvoorziene dingen zijn. En dan kan die altijd terugvallen op een menselijke override, zoals we dat noemen. Want we hebben een verkeerscentrum. En dan stuurt hij een signaaltje van ik ben in de war. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik met deze situatie aan moet. En dan kunnen we altijd handmatig ingrijpen. Alle bezorgers in Nederland bang dat ze hun baan binnenkort kwijt zijn. Daar hoeven ze niet bang voor zijn. Wij hebben geloof ik meer dan 2000 vacatures op dit moment voor bezorgers. De bezorgmarkt groeit enorm. En de robot zal ze nooit allemaal kunnen vervangen. We zijn nu met de RDW in gesprek. Dan kom je in discussies van, jullie tonen wel aan dat die veilig is, maar wat als er iemand naast loopt met een pacemaker? Krijgt hij dan last van interference? Dat soort kleine hobbeltjes, daar zitten we nu nog. Ik verwacht dat dat over 2 maanden opgelost is en dat we van zomer voor de eerste keer vanuit een winkel meerdere bestellingen met een robot zullen gaan leveren.